25 februari, oftewel Refo Day, wordt afgeschaft als Nationale Vrije Dag. Dit is gisteren besloten op een regeringsraadsvergadering. Minister Bronte Sommaharjo van Binnenlandse Zaken geeft aan dat tijdens de regering Bouterse 25 februari een Nationale Vrije Dag was. Maar deze dag kan niet meer gevierd worden, zegt Sommaharjo. We hebben gisteren in een regeringsraadsvergadering besloten om de dag af te schaffen. De dag niet meer gelijk te stellen als een zondag. Er zijn met verschillende maatschappelijke organisaties gesproken, zoals de IRES, Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede, Stichting 8 december. En natuurlijk de geluiden vanuit het volk, dat het sterk werd aangeraden om die dag af te schaffen. Nou, ik vind het ook dat ons land te veel vrije dagen heeft. Maar gebaseerd op geloof vind ik, laat dat blijven. Maar andere dagen laten we kijken waar nodig is, indien nodig, te vervangen. Maar in de omgeving, we hebben te veel vrije dagen. Sommaharjo benadrukt dat de dag waarop een staatsgreep is gepleegd geen dag is om te vieren. Een staatsgreep is een illegale greep naar de macht. En ik heb dat al een aantal keren eerder gezegd. Ik heb dat niet zelf aangegeven. Meneer Bouterse heeft dat aangegeven, dat 25 februari een staatsgreep was. Dus als respecterende natie kan je dat natuurlijk niet vieren. Let wel, het is maar een begin. Het is in het kader van recht trekken wat krom is. Dit is het begin. Er moeten nog heel veel dingen krom getrokken worden, recht getrokken worden. Ik ben natuurlijk blij met de opmerking vanuit Nederland dat zij de archieven vrij gaan maken. Laten wij zien wie in de jaren 80 krom was of wie in de jaren 80 recht was. Ik denk dat dit een goed begin is. Een signaal vanuit de regering dat wij geweld en illegaliteit niet gaan vieren. Dat was minister Bronte Sommaharjo van Binnenlandse Zaken. 25 februari, oftewel Refo Day, is afgeschaft als Nationale Vrijdag.